Met de slogan Wees slimmer in de zorg heeft het Elsje Vink Sanigaar College COVAP gisteren een teach-in voor specialistische opleidingen op postbasis en hbo-niveau georganiseerd. Het doel was om zorgprofessionals voor te bereiden op de voortdurende veranderingen in de zorg. De coördinator van de postbasisopleiding, Sabrina Ramkilawan, sprak over de taken van een praktijkbegeleider. Ze gaf aan dat een praktijkbegeleider niet alleen contact onderhoudt met de studenten, maar ook met de zorginstelling. Verder bestaat er een nauwe samenwerking tussen deze actoren, zei Ramkilawan. De opleiding tot praktijkbegeleider bestaat uit 13 modulen. Elke module is opgesplitst in een theoretische en een praktisch deel. Ramkilawan zegt dat na elke module er stage gelopen moet worden. De studenten krijgen tijdens hun stageperiode de gelegenheid zich verder te ontwikkelen tot praktijkbegeleiders. Deze opleiding duurt 1,5 jaar.